Hoi, 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 kijkers. Goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Wat een nacht. Wat een zwoele nacht. Ik zal het zo zeggen. De kamertemperatuur is niet geteld onder de 25 graden. Het was echt warm, 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 warm. En nog een keer warm. En vandaag is niet zo echt een denderend weer, zie ik. Kijk maar. Auw. Ik ben wel alles aan het verluchten. Dus dat het hier ook wat kan afkoelen in mijn appartement. Ik heb echt alles opengezet. Badkamerraam, slaapkamerraam en deze cordiumraam. Wat heb ik gisteren gedaan? Ook niet echt veel. Echt niet veel. Dus voor jullie is dat. Zien jullie deze vlog maandag? Dus dat was voor zaterdag. Zaterdag heb ik niet veel gedaan. Omwille van de temperatuur waren gewoonweg niet te doen. Het was ook zwoel en al. Noem maar op. Ik ga nu. Samen met jullie. Leuk. Kan wel achtergrondmuziek opzetten. Dat kan ik wel doen. Eens kijken. Free complete music. Voilà. Oh, en dan altijd die reclame. Voilà. Oh, en dan weer een reclame. Ik heb het dus nu terug helemaal naar het begin willen scrollen, maar ja, maakt niet uit. Voilà, Sam. Ga maar eens lekker eens afwassen. Pam, 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 pam. Oh yeah, dat is toch goede muziek, man. Dat staat daar achtergrond. Hoppa. Zou ik eens koffie maken? Het is al 9:50, dames en heren. Het is al 9:50, s'morgens vroeg. Wat vliegt de tijd toch snel? Daar heb je wat aardbeien gezeten. Voilà, alles zit nu in de afwasbak van de stijgtocht. Nu is het alles officieel. En dan maar goed wassen, hè. En een leuk muziekje op de achtergrond, dat eens keer. En wie is eigenlijk ook allemaal Tomorrowland aan het volgen? Of welke is in jullie favoriete festivals? Waar je naar kijkt of waar je graag eens naartoe wilt gaan? Laat het eens in de comments weten. Mijn droom is om eens ooit eens op, toch eens op Tomorrowland terrein aanwezig te zijn. Misschien dat ik eens na Tomorrowland, als dat daar allemaal gedaan is, toch daar eens wel eens ga langs passeren.
en een natuurwandeling gaan maken. Want ik denk dat het daar ook heel mooi is om gaan te wandelen. Dan moeten we dat maar eens gaan doen, hè. Ik ruik hier ook al de biergeur. Ik zo slecht tegen, hè. Zo slecht. Vandaag zijn we weer al een glas afgewassen. Opnieuw in een glas. Hups, gaat erin. Dus opnieuw een schoen uit school. 1, 2 en 3. Oh, ik heb zo van die klote wondjes op mijn vinger. Die doen ontzettend pijn. Ik ken die muziek, ze zijn allemaal van buiten, hè. Die freeway, copyright music. Dat ik daar ook al heel lang mee bezig ben, hè, mensen. Echt al heel erg lang mee bezig. Oh, deze ken ik ook al heel lang. Die breng ik ook redelijk veel in mijn vlogs. Tum, 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 tum. Voilà, zijn nu nog de tassen. En de kommetjes. En ik ga jullie ook al één ding zeggen, hè. Jullie zijn ook wel goede speurders. Jullie zien echt ook alles op mijn vlog, hè. Alles. En jullie posten het dan maar op mijn Discord. Ook dingen die niet eigenlijk, niet in mijn vlog ook mogen voorkomen. Ja, dat is mijn fout. Maar dan moeten jullie dat toch nog niet zo specifiek op inzoomen. Op gaan inzoomen en echt de fouten recht in mijn neus duwen. Echt waar. Hele leuke fans heb ik. Echt waar, hele leuke fans op Discord. Ik ben soms nog zo aan het twijfelen, ga ik Discord niet wegdoen, ja of nee, want... Maar ik heb het nodig, bijvoorbeeld als ik aan het livestreamen ben. En ik wil een interactie hebben met mijn kijkers. Dat ze dan ook op mijn Discord kunnen joinen en dat ze dan met mij dan kunnen spreken. En nu is ook jullie vraag. Wanneer... dat was mijn broek. Wanneer komt de website terug online? Ik heb geprobeerd zo snel mogelijk. Ik heb nog geen tijd gehad om die volledig in orde te maken. En eindelijk... Ik zit nu al misschien al 2 uurtjes op. 2 uurtjes staat hier alles al open. En hier is nu nog maar pas 0,5 graad gedaald in mijn appartement. Het is hier nog 24,5 graad. Maar omdat ik hier bij mijn bovenlijf aan het rondwandelen ben. De bestek is ook al afgewassen. En ik ben ook al blij om, dan is dat ook al gedaan. Ik ben hier ook gaan proberen de woonkamer wat schoon te krijgen. Moet ook gebeuren. De minst plezante dingen moeten ook gebeuren in het leven. Jammer genoeg. En nogmaals, mijn excuses dat er... Ja, zaterdag heb ik eigenlijk niks is gevlogd. Er is ook eigenlijk niks gevlogd, omhoog van het was gewoon te warm. Ik zat hier gewoon op mijn koertje. Ik ga dat ook eerlijk toegeven. Ik zat hier gewoon op het koertje. De bakken en de braden van de temperaturen. Ik heb ook dan wel even genoten van de onweer. Dat weer al wel. Ook deze nacht was er onweer. Maar weer al niet in onze buurt. We zagen daar de effecten van
En hoe moet ik het zeggen? Van op afstand. Ah, het is wel het plan. Oh my man. Waar klanten ze daar soms op uitgeven. Dat is echt niet te doen, man. Alles dan. Alles is afgewassen. Ben ik blij om, dan kan ik ook mijn water weg laten lopen. Hier moet ik toch nog wat koud water in laten lopen. Waarom? Ik ben het handje er niet helemaal in. En dan zeg ik jullie, ja, waarom laat je dat dan niet afkoelen? Voilà, en mijn kameraad is weer al weg met de motor. Nog maar een paar dagen en dan is het ook de Olympische Spelen 2024 ook weer lang gebroken. Wie gaat er allemaal winnen? Laat het in de comments weten welke landen gaan de meeste medailles hebben. Of ik zal het ook zeggen, hoeveel medailles gaan wij meenemen naar België toe? Van Parijs naar België toe, gewoon de grens over. Nu moeten we de medailles ook weer alleen gaan ver gaan opzoeken, hè? Zo lijkt ook op de EK, dat was ook in Duitsland, dat was ook gewoon maar puur over de grens en gebarsten. Maar ik wil nu niet in Parijs zijn, echt niet. Mensen, ik wil echt nu niet in Parijs zijn, want dat is een en al burgt, hè, Ginder. Oh my fucking god. En nu zeg ik jullie, wat gaat jij dan nu doen naar de afwas? Misschien een livestreamje? Tot een uur of 12. Dat is 2 uurtjes. Dus ik zei dat ik Eurotrucks ga rijden. Lange, een niet te lange afstand, misschien van 500 kilometer of 1000 kilometer rit. Wie weet. Voilà, de afwas is nu ook al gedaan. De bombak goed uitwrijven natuurlijk. Altijd doen. Dan ga ik ook nog grote koffie maken. Dat is dat al. Nu de schepjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en een beetje. Lessen, die ga ik zelfs dan laten doorlopen. En dan zie ik jullie allemaal straks terug. Jojo! Ik heb een uur gelivestreamd. Gisteren keer eigenlijk wel weinig. Ik weet niet wat er juist zit. Ik kreeg in één keer. Ah, mannekes. En zo wil ik dan ook niet verder vloggen. Verder livestreamen. Als ik een dipje krijg in mijn ogen. Nee. Ik heb het gewoon offline gegooid en al. En ja, sommige mensen zijn wel een klein beetje stout. En hebben nu ook een ban gekregen van. Ik ga eens eten. Ik had honger. En misschien dat ik hier direct mijn bedje nog ga openbloeien. Dus dat bedje. Deze hier. Die ga ik misschien nog openbloeien. En hier zo even zo in het lange leggen. Dat ik dan nog de frisheid van buiten aan voel. Maar eerst. Lekker. Brunchen. Dat is al 11:30. Ja, ik weet het, mensen. Ik weet het. Hoe ga jij weer al charcot eten? Nee. Nu had ik jullie wel liggen. Wel sandwiches. Met. Jawel.
Oh, ik moet ook nog naar de winkel voor boter te kunnen gaan kopen. Ik ga twee te maar eten. Wat ik dan ga doen, ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Nee. Ik denk een mini dutje. Moet kunnen. Okay, ja. Op mijn livestream kreeg ik gewoon in één keer een inzinking. Een inzinking van ik weet niet hoe het komt. Voilà, ça. Boter, confituur, sandwiches, tas. Een tas, voilà. En ik zie jullie allemaal straks weer terug. Yo, yo, yo. Zo, ondertussen tijd heb ik... Nog mijn petition ingediend. Heb ik mijn vlog van gisteren in elkaar nog gestoken. 2 minuten en maar... Damn you, dat is maar weinig. En buiten is het ook ondertussen tijd beginnen te regenen als jullie het zien. Het is goed nat terug, weer al. Ja, het is weer al slecht weer. Slecht weer vandaag. Voilà, ik heb weer gezongen. Maar ik ben wel al blij dat mijn vlog vandaag al langer is. Dankjewel. Allee, kijk jullie later. Tot straks, guys! Vandaag ga ik niet aan mijn puffheid. Ik zal zeggen om iets te doen. Bij mij is het... Bij mijn computer nu aan in een commando aan het ingeven voor te zeggen van... Sluit maar af om 3:55. Voilà. Dan heb ik het ook bij deze gedaan. Ik ga nu mijn scheren, douchen, noem maar op. Ja, ja. Nee, nee. Ja, ja. Nee, nee. Ja, ja. Nee, nee. Ja, ja. Nee, nee. Ja, ja. Oh, ik ben echt moe. Nog altijd. M-O-E. En hoe komt dat? Dimitrike weet het niet. Den Dimi weet het niet. Even de tafel nog afgeven. En het raarste van al is... Ik begin nu echt mijn klop echt te krijgen. Ik snap het niet. Het is nog maar godverdomme. Sorry dat ik vloek. 4:15. Nu. Waar ik nu al de ganse tijd naartoe wil gaan... Is niet naar mijn deur toe. Naar de toilet. Voilà. Dan ga ik ook mijn gsm hier leggen. S'avonds gaan ook nog mijn bed opmaken. Noem maar op. Allee, ik zie jullie allemaal misschien nog straks terug. Voor de vlog volledig te goed te kunnen afsluiten. Ah, tot straks allemaal. Yo. Mannetjes, ik heb mijn pc juist afgesloten. Ik heb nog een en ander wat gedaan. Ik heb ook nog, ik ga het eerlijk toegeven, ik heb nog wat gegamed. Niet gelivestreamd. Klein gamekie gespeeld. Probleem is, de beeld capture pakt het niet voor de livestream. Ik heb het al geprobeerd. Gewoon met het eerst met het recorden. En zo heb ik eerst 5 minuten gespeeld. En dan het recorder op stop gezet. En dan bekeken als er beeld was. En er was gewoon geen beeld. Maar het is gewoon ook een tofspelletje waar ik gewoon dus af en toe is gewoon eens om niet te livestreamen ook eens wil spelen. Voilà, dan weten jullie dat. Mm.
Ik krijg hier rode roosjes van om ook zo lang voor de beeldscherm te zitten. Come on, up. Dimi, je gaat nu je nest in, want je moet morgen ook gaan werken. Of alles komt dat niet goed. Dus ik ga die montage dus uitlaten voor morgen vroeg. Dus dat is even wat werk. Maakt niet uit, daar hou ik van. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video. Ik kan zo in slaap vallen. Of een livestream is. Ja, mensen. Ik ben echt moe. Yo, 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 yo.